Je zult het ook wel warm hebben in het pak. Maak jij je over mij nog maar geen zorgen. Nee, maar dit is geloof ik het enige raam in het pand dat open kan. Hm? Hoe zit het met die moord op die vrouw in de Jordaan? Wanneer komt dat nou in orde met die verwarming? Er wordt aan gewerkt. Hou jij nog maar met je eigen klus bezig. Het was toch inbraak? Waarschijnlijk. Routineklus dus. Betrapt en uit de hand gelopen lijkt mij duidelijk. Nou, ik ben er niet helemaal zeker van. Heb je al iemand? Misschien. Wat doe je vaag? Met deze warmte kunnen wij toch niet werken? En niet denken? Eruit de koek. Ben je nog steeds hier? Of weer hier? Nog steeds. Ik moest het toch helpen. Maar kijk even foto's. Maak je maar geen zorgen, gaat prima. He, Andy? Kok. Wat? Er zat centen. Wie? Er zat geld, Martha Degener. Niet zo heel veel, maar toch. 30 mil. Levenverzekering van een ton. Aardig bedragje bij elkaar. Juist. En die zoon van hem, die zit altijd zonder. Schuldig bij de verkeerde mensen. Hoe ver zijn we met die confrontatie? Nou, ik denk dat ze wel zo ver zijn. Kijk maar even rustig, Andy. Jerry, zei het elke bij. Jerry, ja. Ken je Jerry? Martha was bang voor hem. Hij mocht niet naar binnen. Maar... Martha was een auto. En? Nummer 6. Ben je het zeker? Ja, zeker. Er is die moordenaar. Ik heb gehoord dat de Mongool is, die getuige van jullie. Ja. En? Daar heb je weinig aan voor een rechtbank. Ik geloof hem wel. De jongen is niet gek. Wat u gelooft, dat moet u weten. U was rond 10:45 bij het huis van Martha Degener. Ik zocht mijn vrouw. Ik heb daar inderdaad een poosje voor het huis gestaan. Niet lang. Even voor 11 ben ik weggegaan. Ben ik haar ergens anders gaan zoeken en heb ik haar gevonden. Waarom hebt u gelogen? Ik wilde niet in problemen komen. Dat bent u nu anders wel. Ik heb niks gedaan. We zullen uw vrouw ook maar eens vragen wat er allemaal gebeurd is. Zonder dat u erbij bent. Ze is erg labiel. Mooi, het is te beter. Hebben wij het makkelijker. Dus uw man spreekt de waarheid? Ja. U bent de hele avond bij elkaar geweest? Ja. En de hele nacht? Ja. Hoe lang is deze situatie eigenlijk aan de gang? Welke situatie? Dan moet u eens goed naar me luisteren, mevrouw Spinger. U denkt toch niet dat wij niet precies weten wat hier aan de hand is? Ik zit 40 jaar in het vak. Uw man mishandelt u. Het is zo, wat u ook zegt. En u probeert bij hem weg te komen. Hebt u gisteren al wat laat bij Martha Degener aangeklopt? Nee. Ik wou niet naar haar toe gaan. Ik wist dat Otto... U wist dat Otto wat? Niks eigenlijk. U bent veilig hier? Ja, hier wel, ja. Wij kunnen ervoor zorgen dat hij u voorlopig niet vindt. Echt, dat beloof ik u. Hij heeft gedreigd haar te vermoorden. Kijk eens aan. En nou vermoordt hij mij. Wij zijn er ook nog. Als uw man vermoord de bak in draait, dan bent u voor minimaal 8 jaar van hem af.
Ik was bij een vriendin. De hele avond en nacht? Nee, tot 11:30. En toen heeft Otto me daar gevonden. Toen zijn we naar huis gegaan. Dus tussen 11:30 en 12:30 was Otto bij u? Ja? Is dat belangrijk? Dus Otto kan het niet gedaan hebben? Nee. De moord is tussen 12:30 en 12:30 gepleegd. Jullie mogen wel oppassen dat hij niet gelinched wordt als jullie hem hebben. Er wordt in de buurt over niets anders meer gesproken. Lieve Martha was populair. Lieve Martha? Ja. Heette ze zo? Ah, een schat van een vrouw. Stond altijd klaar voor iedereen. Heel populair in de buurt. Heb ik gehoord, ja. Misschien was het toch gewoon een inbraak. Nou, welk inbreker doet er nou een moord bij? Inbraak. Ja, het zal wel tijdens het voetbal gebeurd zijn. Dan zit iedereen met het geluid keihard aan met de tv te kijken. Werd er uitgezonden? Ja, niet gekeken dan. Oh, het stond ook niet in de gids. Nee, het was een ingelaste uitzending. Die wedstrijd die in Brazilië gespeeld werd, hebben ze toch nog live uitgezonden. Ah, die rechter daar, jongen, dat is een zootje. Dan mag het weer wel, dan mag het weer niet uitgezonden worden. Eén grote rotzooi. Koffie? Heb jij een televisiegids? Wat? Televisiegids? Een televisiegids van deze week. Nee, waarom? Ga jij eens een televisiegids kopen? Nu? Hoe heet die film, Theo, die je gisteravond gezien hebt? In the Line of Fire. Goeie film. Maar die hebben we niet gezien. Vertel het verhaal eens. Hé? Vertel het verhaal eens, ik heb hem niet gezien. Nou, Clint Eastwood speelt dus zo'n man die op de president moet passen. Zo'n bodyguard. En dan is hij nog wel een gek die zegt dat hij de president gaat vermoorden. Malkovich speelt dat, John Malkovich. Moet je nog meer weten? Oh, wacht eens. Ik heb hem toch gezien op België een poosje geleden. Jij niet, hè? Jij hebt hem echt gisteravond gezien. Ja. Is met die mooie blonde vrouw? Ja, René Russo. Ja, René Russo. Je hebt er echt op gestudeerd, hè? Ja, hoezo? Die film ging gisteravond niet door, Theo. Ingelaste voetbaluitzending. Waar was je nou tussen 11:30 en 12:30? Gisteravond. Godverdomme. Ik wil een advocaat. Ik denk dat hij morgen gaat bekennen. Zou kunnen. Jij denkt van niet? Ik weet niet. Ik ben moe. Ik heb het warm en ik wil hier weg. Ja, er is iets mis met de nieuwe thermostaatklok. Maar ze zijn er nu aan het verhelpen, zeggen ze. Nou, daar merk ik je eigenlijk weinig van. Ik ga straks zelf wel even kijken. Jij? Ja, ik ben heel goed met verwarming. Je zou toch denken, je trekt gewoon een stekker eruit? Stek? Verwarming is niet meer een stekker. Ik heb het gevoel alsof ik koorts heb. Ik ben een kwartier buiten gelopen en het helpt niks. Ik koel gewoon niet meer af. Ga je naar huis, de kok? De kok? Hé? Nee, ik ga naar huis. Waar staat dat, verwarming? Bij verwarming.